Alleen uit, het kan makkelijk. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Mees en vandaag sta ik op een hele bijzondere plek. Ik sta namelijk bij het aquapark. En hier ben ik vorig jaar ook geweest en toen heb ik een geniale video opgenomen. Namelijk, de video stopt als wij het water raken. Dit deed ik met mijn vriendengroep en geloof me, dat ging niet zo heel goed. Als ik iets met mijn vriendengroep wil doen waarbij de video stopt, is het meestal binnen een paar minuten al gestopt. En deze keer gaan we proberen dat iets langer vol te houden, want in deze video gaan we precies hetzelfde doen. De video stopt namelijk als wij het water aanraken, alleen dan 1 jaar later. Wat als volgt de regels zijn, je mag 3 keer het water aanraken als je maar tot de helft in het water komt. Maar als je er helemaal in komt, stopt de video gelijk. Ik ben benieuwd hoe lang we deze keer gaan volhouden. Deze keer is Lars er helaas niet bij, maar we hebben wel Timo, Tim en Boas en we gaan kijken hoe lang we het gaan volhouden. Voordat we beginnen heb ik nog even iets leuks. Ik heb namelijk aan 2 van mijn vrienden een cadeautje gegeven en dat gaan jullie nu zien. Kijk Boas, hoe werkt die? Je had er nog geen gehad. Nee, niet. Ja, ik zo. En Timo? Ja, dan... Alsjeblieft. Meesje, het gaat yes, gelijk dus aantrekken. Een zwarte of groene. Dankjewel schatje, ga ik dragen. Wil je nou ook zo'n mooi shirtje als Boas of als Timo? Dan moet je eventjes naar het linkje in de beschrijving gaan, meesvanam.nl. Dan kan je ook zo'n mooi shirtje bestellen. Laten we beginnen met de video. Ik ga ze erbij halen. GoPro gaat aan, want de camera neemt me natuurlijk niet mee op het waterpark. En dan gaan we beginnen met de video stopt als wij het water raken. We gaan even overschakelen naar de GoPro. Let's go! Oké, de GoPro zit in de handen en we gaan het park op. Even de boys erbij halen en dan kunnen we... hopelijk niet het water invallen. We hebben Boas, we hebben Tim, mezelf natuurlijk en een of andere die denkt ik ga op het water zitten. Timo, ja, Timo. Je mag hem niet raken. Kijk uit. Ja, nee, jij niet. Dat waren Lars en Boas. Maar wat is er met mij? Jullie hadden Timo de vorige keer erin gegooid. Even dippen, even dippen. Ik denk dat je ook challenge. Oh ja, dat is goed. Ik vind het een goed idee. Dit kan, of ja, dit kan wel. Je moet hem gewoon goed pakken. Go, gaat ie voor. Nee, Tim. Tim, niet laten varen. Niet laten opvallen, gewoon doen. Oh! Auw! Ik ga nu... Oh, Tim! Sukkel. Timo, go! Kan het niet, hè? Oké. Okay. Boas, erachteraan. Tim ook. We gaan er allemaal op. Wie is daar aan het snorkelen? daar komt hij. Lekker Tim, oké. Ik wilde naartoe springen, maar toen dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk heel veel pijn aan mijn enkel. Dus ja, dat is niet zo slim. Oké, die kant is makkelijk. Deze kant is misschien minder makkelijk. Wat zei je nou? Geen domme dingen doen als je wilt. Deze guy, ga maar gewoon. Tot de helft, hè. Ja. Timo, tot de helft, hè. Dus als je er bijna invalt, moet je tot de helft pakken. Yes! Oké, je kan ook zo glijden. Oh. Ja, je pakken zijn nog niet nat, sukkels. Dat werkt dus niet met natte pakken. Oké, we gaan even een challenge doen, want dat moet. Ja, ik denk dat ik iets leuks weet, maar het is minder fijn. Ik denk dat dit nog best wel makkelijk is. Hierbij raak je niet het water. Maar we gaan eventjes naar een obstakel. Namelijk naar deze. We gaan daarop staan en doen een salto naar dit groene. Gast, je gaat 100% dood. Ja, ja. Maar eerst. Dit is niet te doen door de mensen die bewegen daar. Mees, go. 3, 2, 1. Oké, ik heb het overleefd. Ik ga er gewoon voor. Als ik val, val ik hard. Als ik val, val ik hard. Ja, je had hem al. Timo, je bent echt een lullo. Hoppa! Yes. Oh, blijf staan. Oké, Tim, laatste. Jongens, als je daar eraf glijdt, dan is het klaar, hè? Oké, go for it, Tim. Oh, die was nice. Sorry, die was heeft iemand Superman besteld? Nee, ik heb dit niet besteld wat er nu gaat gebeuren. Dan ga je nu zo daar over die heen. Dit is geen goed idee. Doe maar, over die heen. Oh. We gaan naar die daar. Nee, zou ik jou filmen? Oh. Oh,
Wat is deze guy aan het doen? Een soort van wormrups. Help! We laten het glijden. Maak het spannend. Binnen. Lekker jongen. We gaan deze doen. En Timo, dat was niet de bedoeling. We doen het met salto. Nee, ook niet. Oh. Ook niet. Wat ik wilde doen is, je slaat de eerste over. Bro. Dus de blauwe. En dan pak je hem door. Gast. Je wil gewoon dat we afgaan. Heb poep op z'n wil. Nee. Ik weet nou niet. Nee, ik denk niet dat dit... Is dit nou erin of niet? Ik denk dat we dit wel eens een half uur moeten tellen. Ja. Oké, okay, dat is 2,5. Dat was hem, hè? Halfie. Ik mag dus ook niet voor de helft niet. Jawel, je mag voor de helft, maar dan mogen we alleen nog maar helemaal in. Als we dan voor de helft erin gaan, zijn we af. Dus dit moet goed gaan dan. Dit moet goed gaan dan. Dat was, hij lijft, het knie is er niet in geweest. Hij landde gewoon plat op de ding. Nee, Tim, ga de andere kant op. Ga gewoon naar de overkant normaal. Niet eens niet nog een keer proberen, alsjeblieft. Ik gleed uit, Mees. Ik gleed uit. Dat kan makkelijk. Ja, dat was een halve. Dat betekent dat we niet meer voor de helft erin mogen. En ook niet meer helemaal. Ik denk dat dit haalbaar is. Doe maar. Laten we dan eerst even makkelijk doen. Eerst makkelijk vanaf hier naar daar. Dit wil ik ook proberen. Easy. Nee, Timo gaat dit niet proberen. Timo kan niet zo goed vrienden. Timo. Oh! Oké, ik heb je onderschat. Tim, nee, klaar. Klaar, Tim. Tim. Nee! Dit kan toch niet? Deze keer. Ik wil het ook proberen. Nee, hoor. Ik ging vol mijn knieën. Ik wil dit ook proberen, zegt hij. Oké, ga klaarstaan dan om hem te helpen. Dan moet je gewoon die bounce pakken. Hoppa! Oké. Ben er. Ja, eroverheen. Gaan we. Erover. Ik kan er zo staan. Oh ja. Gooi mijn been omhoog. Oh, gaat weer zo, man. Oké, Tim, ga jij. Dit is wel fucking verschijnt, trouwens. Yes, Tim, backflip, flip check. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, nice. Oké, fuck die camera aan. Hoe gaat Timo er nu op komen? Ja, we gaan hem helpen. Oh. Oh, die hele ding zakt in. Wacht, ik ga aan deze kant staan. Kan ik hem meer oplichten? Jongens, ja. Dit is zo dom ook weer. Dit is echt heel dom om te doen, jongens. Ga maar gewoon. We gaan daar dan. Oh. Holy shit! Hullo. We gaan daar naar boven. Het is extreem chaotisch, maar we komen er wel. We hebben nog maar één kans, hè. Laatste kans. We hebben daar een soort van blob, wat eigenlijk geen blob is. Dus we gaan doen, één iemand gaat aan de ene kant liggen. En de andere drie gaan gewoon lanceren. Timo, ga jij liggen? Oké, Mees. Ready, 3, 2. Let's go. Maar hoe erg veert het, Mees? Dit veert nog wel wat, hoor. Dit veert echt nog wel wat. Kijk hier. Dus we klimmen erop. Jij maar ligt daar. Nee. Jongens, zo werkt het niet. Dit werkt niet. Oh. Ik viel er bijna in. Wat moeten we doen? Niet tegen Tina zeggen, want die gaat er straks waarschijnlijk invallen. Ja. Oh. Bos, kom hier erop. Klaar voor? 3, 2, 1. Oh, dit gebeurde niet zoveel. Timo, oh, je pakt echt in. Ja, anders viel ik. Kijk, wacht, nu koppel over het ding. Ja, dat is het. Als het boss lukt, lukt het niet iedereen. Koppel. Oh, nee, uit bij de afzet. Nee, die bijna brak. Oh, auw. Hey. Ja. Oh, okay, Tim. Ja. Yes. Timo, je kan het!
Dat dacht ik ook. Ik denk dat dit de laatste challenge gaat worden. En dan hebben we het denk ik gewoon gehaald. We hebben best wel wat. Ja, we hebben best wel goed gedaan, jongens. Ik ben trots op ons. Oké, niet vallen. Niet vallen. Timo, Timo, go. Oh, Timo, wat doe jij? Als Tim bij Van de Gele af is, gaat Boas, dan gaat Timo dan allemaal heel snel achter elkaar. Timo, je moet gaan. 3, 2, 1, go.